De Nederlandse sleepvaart kent een illustere geschiedenis met een stevig anker in de Rotterdamse haven. En vanwege het 40 jaar bestaan van het Nationaal Sleepvaartmuseum in Maasluis verschijnt er een boek met heel veel bootjes, schepen en varende bokken. Van oorsprong was eigenlijk Maasluis de sleeboothaven, Maar op alle achterstevens van de sleeboten stond Rotterdam. En dat kwam omdat het hoofdkantoor van Smit in Rotterdam zat, maar in feite lagen de boten in Maasluis. Bijzondere aandacht is er voor grote operaties, zoals het terughalen van het stoomschip SS Rotterdam. Het bergen van een schip vol nieuwe auto's. En het lichten van de Russische onderzeeër Koersk. Prachtig staaltje Rotterdams bergingswerk. Ja, absoluut. Uh, het was uniek. En uh, ja, Jan van Seumeren, een van de directeuren van, uh, van Mammoet., die heeft dat in bot uitgedacht, zei hij. Dus uh, met, met een of ander bot eentje. Dat is echt uh, briljant gevonden. Veel Rotterdamse bergers zijn nu in handen van internationale bedrijven. Maar niet getreurd, de innovatie van deze maritieme tak zal ook in de toekomst ongetwijfeld een Rotterdams karakter dragen. Kleinere maatschappijen die bijvoorbeeld zich bezighouden met, eh, met windmolens die eh, nog zelfstandig varen. Daar is ook een speciaal type sleeboot voor ontstaan die gemaakt wordt bij eh, en dame en bij de werf eh, kooiman. Want ze hebben dan sleeboten nodig die niet zo diep steken. En dat, uh, dat is een hele aparte tak van de industrie geworden. En je kunt bijna zeggen dat er dagelijks van dat soort sleeboten door de Nieuwe Waterweg varen.